Daar ben ik weer. Kijk, sterren is er. Maan is er. Poes zit lekker op schoot. En het zonnetje schijnt. Ik wil vandaag een verhaaltje voor jullie voorlezen over de familie Snater. Er was eens een papa en een mama eend. En die leefden op de boerderij. En ze hadden samen 3 kleine kindjes. 3 hele kleine eendjes. En ze heetten Jok, Wakkel en Wolletje. En Jok en Wakkel, die waren al lekker rond het kijken op de boerderij. Wat voor avontuur ze zouden kunnen gaan beleven. Maar die kleine Wolletje, die lag nog in bed. Die was nog aan het slapen. Kom op, zegt mama, wakker worden Wolletje. De dag is al lang begonnen. En Wolletje maakte zijn oogjes open. En hij dacht, oh, het is inderdaad al ochtend. En het zonnetje schijnt lekker. Ik ga toch maar eens naar bedje uit. Samen met de papa en de mama gingen de 3 kleine eendjes op pad. Ze zagen van alles onderweg. Krekeltjes, vogeltjes, mooie bloemetjes. En ze hadden heel veel plezier. Na een tijdje lopen kwamen ze bij het water aan. Dat was ook de bedoeling van de papa en de mama. Want ze alle 3 de kleine eendjes moesten gaan zwemmen. Ze hadden nog nooit gezwommen in het water, dus het was wel een beetje spannend. Wolletje had een matrozenpetje opgezet. Dat was toch wel heel erg leuk om te zien. Zijn 2 broertjes, die sprongen in het water. En papa en mama, die keken toe. Wolletje, schiet op. Jij moet ook in het water. Oeh, dacht Wolletje. Ik wil eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niet of ik wel kan zwemmen. En of meteen al groot genoeg zijn om te zwemmen. Weet je wat? Dacht Wolletje. Ik zie een klomp. Ik ga in de klomp zitten. En zo ga ik het water op. Die papa en de mama moesten er toch wel een beetje om lachen. Weet je, Wolletje, zegt de mama, het is niet erg hoor dat je het nou nog niet durft. We proberen het de volgende keer gewoon weer opnieuw. Kom op, kinderen. We gaan weer terug naar de boerderij. En onderweg maakte papa een wip voor de 3 kleine eendjes. En samen gingen ze wippen. Oh, wat hadden ze veel plezier. De dag daarna gingen ze weer terug naar het water. Ze keken allemaal over het randje van het water. Wat hoorden ze daar? Wat is dat? Zegt Wolletje. Oh, zegt papa, dat zijn ook kikkers. Moet je maar eens luisteren hoe mooi ze kunnen kwaken. Ze geven een kikkerconcert. Och, wat kunnen ze dat mooi, zegt Wolletje. Zullen we even blijven luisteren, papa? Dat is goed. Dat gaan we doen. En samen gingen ze naar het kikkerconcert luisteren van de kikkers in het water. Toen het concert was afgelopen, gingen de papa en de mama heel eventjes rusten in het gras.
En de kindjes bleven vlakbij. Ze gingen niet ver weg hoor. Hé, dag Wolletje. Wat zijn dat voor rare dieren die er over het hek kijken? Huh? Die heb ik nog nooit gezien. Papa, papa, kijk eens. Wat zijn er voor rare dieren? Hoe heten die? Papa schrok een beetje. Oeh, Wolletje, dat zijn nou twee mensenkinderen. Dat zijn mensen die heel klein nog klein zijn. Net als jullie. Twee kleine kindjes. Ik denk niet dat we bang hoeven te zijn. Want ik denk dat het twee hele lieve meisjes zijn. Kom, dan gaan we er eens eventjes naartoe. En samen, met z'n vijfjes, gingen ze naar de kleine meisjes toe. Oh, zei de meisje, kijk dan, kleine eendjes. Zullen we ze het karretje geven? Zei het ene meisje tegen het andere. Dan mogen ze heel eventjes in het karretje zitten en met het karretje spelen van ons. Dat is goed, zei het andere meisje. Oh, zegt Wolletje, dat is leuk. Ik ga in het karretje zitten en jullie mogen het karretje trekken, broertjes. En zo was het. Ze hadden zoveel plezier. Wat lief van die twee kleine meisjes, hè? En na een lange dag spelen, gingen ze lekker naar huis toe. Ze waren moe. Oh jee, voel ik nou wat regen? Ja, het begint mama te regenen. Geen probleem, zegt papa. Ik heb een parapluutje meegenomen. En ook regenjasjes. Maar ik heb er maar twee. Oh, zegt Wolletje, dat is niet erg. Want ik heb een matrozenpet. Geef de regenjasjes maar aan mijn broer. En de paraplu aan mama. Dat is goed, zegt papa. Dat is lief van jou. En door de regen gingen ze terug naar de boerderij. Maar de deur van de schuur was op slot. Ze konden niet naar binnen. Oh nee, en het regende zo hard en ze waren zo moe. Woef, woef, hoorden ze ineens. Hé, daar hebben we Oscar, de waakhond van de boerderij. Kom maar gauw hier, zegt Oscar. Woef, woef, kom maar in mijn hondenhok hoor. Er is plek genoeg voor iedereen. Nou, dat is toch lief van Oscar, de waakhond, hè? En snel gingen de papa en de mama eend met de kindjes in het hondenhok zitten. Oh, zo zaten ze lekker droog. Ze waren zo moe van de leuke dag, dat ze al heel snel bij elkaar in het hondenhok in slaap vielen. Welterusten, ga maar lekker slapen allemaal. Dan is er morgen vast wel weer een spannend avontuur te beleven. Dag, familie Eend. Nou, dat was het verhaaltje van de familie Eend, hè? Familie Snater heette ze eigenlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het wel weer gezellig om voor jullie een verhaaltje voor te lezen. Ik zou zeggen een hele, hele fijne avond nog. En voor straks lekker slapen. Welterusten. Doeg!